Het is weer een IKEA-tas. Het is een t-shirt met V-hals, zoals je ziet. En nou ja, leuke mouwtjes. Stoere riem zit eronder, zo te zien. Ik moet een beetje kritisch zijn. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag weer een kledingtas gekregen voor de kledingruil. Zeg maar de kledingkettingruil. Het is weer een IKEA-tas. Die andere heb ik nog, dus die breng ik straks naar de volgende en dan breng ik gelijk deze mee. In die andere, als je de vorige video hebt gezien, daar zat voor mij niks bij, dus daar heb ik niks in terug gedaan. Dus ik ben benieuwd of hier dan wat in zit. Ik heb er nog verder niet in gekeken, maar hij zit best vol. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga gewoon het eerste eruit halen en samen met jullie kijken wat het is. Allereerst haal ik dit truitje eruit. En dat is een zwarte trui. Beetje strak model. Maar ik heb al best wel van dit soort kleding. Dus deze ga ik niet nemen. Er staat geen maat in. Maar ik denk dat dit een maatje S is of M. En deze gaat terug in de tas. Dus ik ga gelijk even opvouwen nou. Want vorige keer moest ik alles daarna weer opvouwen. Het volgende is een t-shirt. Het is een t-shirt met een V-hals zoals je ziet. En nou ja, leuke mouwtjes. Alleen witte t-shirts, ja, ben ik niet zo heel dol op. Ik hou dan meer van een donker gekleurd t-shirt met, nou ja, misschien een soort van printje erop. Niet een echt plaatje, maar meer een soort printje. Wel een heel leuk t-shirt. Maar ik ga hem toch weer in de tas doen voor de volgende. Even kijken hoor, is hij van? Oh, dat merk ken ik niet. Even kijken. Het volgende wat ik zie. Ik heb even de lampen aangedaan, want het is inmiddels al 5:30 ongeveer. Ik heb de klok even weggehaald. Ik had vorige keer in een vlog gevraagd van wat vinden jullie van het getik. Maar ik begin me er zelf een beetje aan te ergeren als ik ga vloggen. Even kijken hoor. Dit is een heel bijzondere trui. Ik zie al wel dat het niet iets is voor mij. Dit is de trui. Hij heeft zakken hier en hier. En hij heeft een hele grote kol met een versierd randje en die kan je ook zo helemaal doen en helemaal naar beneden en die is van hetzelfde merk als je dat kan lezen, Garcia denk ik, maar geen idee hoor precies. Nou, die doe ik ook weer terug in de tas en ik vouw hem gelijk even op. Dan, want waar ben ik eigenlijk naar op zoek? Nou ja, misschien een leuke trui, misschien een leuke kersttrui. Anders misschien nog een goede broek. Dat is nooit weg natuurlijk. Dit is een rokje. Maar, niet helemaal mijn stijl zie ik al. En dit is een maatje 38. En ik zie wel dat dit voor mij een beetje strak is. Dus die ga ik ook terug doen. En nou heb ik hierna een hele tijd geen tas. Want ja, die zitten wat verder op, zeg maar, in de ketting van de damestassen. Dit is een rokje. Met een apart soort print. Op zich wel leuk. Maar het is wel een 34. Dus dat is wel een hele... Kijk. Als ik hem... Nou ja, je ziet het niet. Maar ik hou hem even een beetje zo naar beneden. Kijk, als ik hem hier hou, dan zie je dat het hier al... Er zit wel een rits in. Maar het is niet comfortabel, zeg maar. Het zal wel helemaal zo in mijn buik gaan snijden. Dus ook terug op de stapel.
volgende. Dat is een beetje donkerblauw-zwart. Het lijkt op een blouseje. Het lijkt wel een beetje paars te zijn. Ja? Het komt niet over op beeld. Eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, eigenlijk wel echt heel erg leuk. Ik heb wel zoiets. Maar de mouwen zijn ook lang. En denk ik toch dat het even een twijfelgeval is. Kijk, want het is een soort van blouse, maar het is wat langer. Met een ceintuurtje eromheen. En het is wel leuk om daar dan een panty onder te doen. En leuke laarsjes. En dan naar kantoor bijvoorbeeld. Want er hoeft niet zo'n dik stofje naar kantoor, want het is daar in de winter natuurlijk wel wat warm. Nou, next. Oh ja, dit is ook niet iets voor mij, want die heeft weer zo'n hele trui met een enorme kol. En, nou ja, verder wel grappig hoor, maar niet helemaal mijn stijl, zeg maar. Dus die vouw ik wel weer op. Dan. Iemand heeft zijn hele collectie weggedaan. Kijk, dit merk is het. Garcia. Dit is nou eigenlijk nog wel best wel een hele degelijke trui, als ik het zo zie. Met een wit randje hier. Welke maat is dat? Maat M. Met bloemetjes erop. Op zich best leuk, maar ik zou hem echt even moeten zien. En ik wil ook niet zeg maar te veel nemen. Alleen wat ik echt denk van ja, dat vind ik echt leuk. En dan, anders dan neem ik het wel en dan doe ik het de volgende keer weer. Als ik het toch niks vind. Oh. Dit is het volgende. En dat is dan weer niks voor mij. Wel leuke kleurtjes. Wel gezellige kleurtjes. Alleen dit is voor mij zeg maar, dat vind ik niet zo prettig als dat zo laag is. Dit nog. Een sporthemd. Nou ja, wij wandelen heel veel. Maar daar heb ik niet echt sportkleren voor nodig. En wat is dit nog? Oh, een... ja, hoe heet je dat? Hoe heet het, zeg maar? Zoiets had ik vroeger ook. De basisschool zelfs. Had je van die witte sokjes met dan, zeg maar, dit. Maar deze, nou, die krijgt ook de volgende of de volgende daarna. Hier zit ook een zakje in, zie ik al. Want dat kan namelijk ook. Je kan ook sieraden erin doen. Even kijken hoor. Nou heb ik een heleboel oorbellen, dus dat hoef ik niet. Even aan jullie laten zien. Ik heb hier een haar. Die zit mij de hele tijd te irriteren. Zo, kijk. Dat is zo eentje. En dit is een oorbel. En dat is deze. En met heel mooi roze. Maar zoals ik zei, ik heb echt een heleboel oorbellen. Maar die wil ik jullie best ook een keer laten zien hoor, mijn oorbellencollectie. Ik heb zo'n mooie kast daarvoor met zo'n spiegel. Je weet wel, zo'n een die open kan, die een paar jaar geleden best wel populair was. Dus als jullie dat willen zien, laat dan maar achter in de reacties. Deze doe ik gelijk weer onder in de tas, waar die zat. Nou, zit er nog een paar dingen in. Een trui. Nou, zo'n soort kleurtje heb ik al. Vind ik mij niet heel mooi staan. Ik heb wel zo'n trui, maar die gebruik ik dan meer als klustrui. Dus deze gaat mooi terug. Dit is een heel groot vest. Nou, ik laat hem wel even in elkaar, want hij zit zo mooi opgevouwen. Maar dit is dus gewoon een zwart vest met een rits. Even kijken hoor, wat is dit? Hey. Dat is grappig. Zoiets heb ik ook nou net weggedaan. Ja, niet in zo'n tas. Of ja, die wil ik eigenlijk weg gaan doen.
Maar deze hoef ik er dan niet in te stoppen. Dit dus, dat is zeg maar gewoon een vestje. Wel leuk of zo, maar ik heb hem wel een beetje op de stapel voor mijzelf, wat ik waarschijnlijk weer ga doen. Dit is nog een heel fel gekleurd dingetje. Heel fel gekleurd vestje, volgens mij heeft hij ook mouwtjes. Ah ja, kijk. Mouwtjes. Zo. Ik wil er ook niet te lange video van maken. 10 minuten. Valt nog mee. Volgens mij is er vroeger, als ik me zo kan herinneren, zat er nog een limit op YouTube-video's. Maar dan weet ik zo niet zeker of dat zo was. Als je dat weet, laat dan maar weten. Maar ik kan me dat zo ergens herinneren ineens. Even kijken hoor. Het is een, nou ja, een blouseje met een waterval shirt. En dan zit er nog wel weer een soort van, kijk hoor, hemdje ding zit eronder. Maar dit vind ik meer iets voor, nou ja, weet ik niet, maar niet voor mij. Ik ben nog benieuwd of er nog wat leuks verder bij zit. Oh, dit is een stofje, daar hou ik niet zo van. Wat staat erop? Ja, niks gewoon. Gewoon een stippeltjes, streepjes. Ja, een soort dierenprintachtig. Okay, dit is een sport broekje. Ja, sportbroekje wat lijkt op een rokje. Nou, ook niets doen. Dit is nog een rok. Maar daar hou ik niet van. Wel een stoere riem zit er om, zo te zien. Zo, best wel een hoge stapel. Je wordt alles in. Alles van de tas heb ik hier op één stapel. Oh, en hier heb ik nog een kokerrok. Maar ik heb genoeg rokjes. En ik hou meer van een beetje zierige rokjes. Nou, dat was het. Nou, ik stop dit even terug in de tas. Dan ga ik even kijken of ik deze en deze, of ik die pas. Of dat ik ze toch terug ga doen. En dan laat ik nog even zien wat ik van mezelf dan in de tas ga stoppen. Nou, de trui heb ik aan, zoals je ziet. En nou ja, hij zit heel erg goed. De mouwen zijn ook goed. En ja, ook hier zit hij goed. Ja, ik heb een zwarte broek aan, dus je ziet het niet. Maar hij loopt tot hier. En hij zit gewoon heel goed. En nou, ik ga gewoon kijken hoe het verder bevalt. Er staan dus allemaal een soort van, ja, ik weet niet of je het kan zien. Ja, kijk, zo zie je het wel. Bloemetjes staan erop. Met een soort van, nou ja, erop genaaid. Dus nee, deze vind ik wel leuk. Staat me denk ik ook wel geinig zo met dat witte randje hier en hier. Het is toch nog wel een beetje sportief. Dus deze ga ik sowieso houden. En nu ga ik dat lange blouseje nog even passen. Nou, ik heb het lange blouseje ook even aan. Zoals je ziet. Hij is, ik heb gewoon een broek eronder. Hij is zeg maar zo. Hij zit hier wel lekker. Lekker los. Hij is eigenlijk wel heel erg leuk. Hij staat mij ook heel leuk. Er zitten allemaal mooie knoopjes. Je kunt hem zelfs nog iets hoger doen als je dat zou willen. Nou heb ik wel eens meer van dit soort, zeg maar. En deze mouwen zijn hier ook wel goed. Maar zodra je dit gaat doen, gaat dit echt helemaal omhoog. En zit hier ook een soort van strakke band of zo, lijkt het. Die zit er niet, maar dat trekt helemaal strak. Dus kijk, dan moet je de hele tijd, moet je die mouwen zo terug gaan trekken. Dus ik moet een beetje kritisch zijn. En dan neem ik alleen deze uit de tas. Die zit gewoon heel goed, ook als ik zo ga doen. Want dit gaat zo, ja, of je gaat de hele dag zo lopen. Kijk, dan is er vrij weinig aan de hand. Maar dan alsnog heb je hier een soort van dat het een beetje strakker is. Dus ja. Wel heel jammer, maar
Ik weet gewoon dat ik hem dan minder snel uit de kast zou pakken als ik weet dat het hier wat strakker is. Dus deze ga ik weer even terug doen in de tas. Zo, eigen trui weer aan. En wat ik er zelf nog in ga doen, ik heb er nou één ding uitgehaald, dus dan doe ik er ook één ding weer bij in. En dat is dit. Een off-the-shoulder truitje met lekker veel rek. En een beetje cropped, zeg maar. Dus een beetje tot hier. Dus leuk met een hoge broek bijvoorbeeld. Of gewoon zonder hoge broek. Dus die vouw ik op. Dus een maatje M. En die doe ik in de tas. En dan is het nu ongeveer 6 uur. En dan ga ik de 2 tassen wegbrengen naar de volgende. En als er weer een volgende tas komt, ik ben even naar boven gerend weer terug. Dan maak ik weer een video, maar het zal wel eventjes duren. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Wens ik je nog verder een hele fijne dag toe en tot de volgende keer. Doei!